We zijn vandaag in het Museum voor Schone Kunst in Gent. Het is eigenlijk het eerste bezoek dat de minister-president aflegt in het kader van de uitnodiging die hij heeft gekregen namens de Vlaamse Kunstcollectie om werkbezoeken te brengen aan de verschillende partnermusea die samen de Vlaamse Kunstcollectie uitmaken. En we hebben dat moment benut om eigenlijk de minister-president kennis te laten maken met de werking van een van de belangrijkste Vlaamse musea. Monumentaliteit van het gebouw hier en van de ruimte van de zalen, dat is echt wel indrukwekkend. Maar dan ook de contacten met de directie van het museum, als je ziet voor welke uitdagingen dat die mensen staan. Als bezoeker besef je dat niet altijd, maar als minister van Cultuur zijn de partners in dat gegeven. En dus in die zin is dat goed om de samenwerking te openen. Het was natuurlijk, dat moment was dan wel heel goed om eigenlijk de minister-president inzagen te laten geven in de voorbereiding van de Van Eyck tentoonstelling. Dus de tentoonstelling Van Eyck, een optische revolutie, die op 1 februari al de deuren opent. We hebben eigenlijk het moment willen benutten om heel die voorbereiding, heel dat proces naar dat eindresultaat, om dat eigenlijk in detail te belichten. En dat gaat door voorbereiding van transport, onderhandelingen voor bruiklenen, heel de publiekswerking, heel de voorbereiding van de publiekswerking, hoe dat eigenlijk dat in zijn werk is gegaan. Binnen de publiekswerking van het Museum voor Schone Kunsten trachten wij zo een breed mogelijk publiek te bereiken. En daarbij proberen wij heel hard op maat te werken. En gaan wij ook echt een specifiek aanbod creëren voor die verschillende doelgroepen. Dat kan gaan van mensen met dementie, heel kleine kinderen, jongeren of bijvoorbeeld blinden en slechtzienden. Men heeft hier dan van die voelpanelen en zo gemaakt, zodat dat ook mensen met een visuele beperking toch kennis kunnen nemen van de schoonheid van een schilderij. Een van de dingen binnen de publiekswerking die wij ontwikkeld hebben, zijn de dialoogkaarten in dialoog, of gesprekskaarten, om eigenlijk aan de hand van schilderijen in onze collectie met elkaar te praten en dus Nederlands te leren. En vandaag heeft Jan Bon samen met 3 anderstaligen dit werk besproken, aan de hand dus van eenvoudige vragen zoals wat zie je, wat voel je daarbij, welke kleuren vallen op, welke titel zou je dit werk geven. Dus dat is wel fantastisch dat men eigenlijk hier zo'n brede werking ontplooit en eigenlijk geen uitdaging uit de weg gaat. Dat is het gans jaar garantiek staan van Van Eyck. En uiteraard het feit dat je meer dan de helft van alle beschikbare werken van Van Eyck op 1 locatie samen gaat hebben, dat is uniek. Ik was verrast van beveiligingsmaatregelen, hoeveel tijd, hoeveel energie, hoeveel kosten daarin gestopt worden om dat op een optimale manier te kunnen voorzien. Hoeveel technologie dat er ook mee gepaard gaat, klimatologische technologie. Maar dat is niet alleen hier in het museum, maar ook tijdens het transport, ook tijdens het inpakken in de plaats van vertrek, zal ik maar zeggen. Je staat daar niet allemaal bij stil dat dat zo'n grote impact heeft. Maar als je dan de getallen ziet en hoeveel mensen en hoeveel ook infrastructuur dat daarmee gepaard gaat, dat is wel indrukwekkend.